Hoi, ik ben Tess Kees van de Fietsersbond en in dit filmpje ga ik uitleggen wat het verschil is tussen een laagkoppel en een hoogkoppel op een e-bike. Ik heb hier twee e-bikes, eentje met een hoogkoppel en eentje met een laagkoppel. En wanneer heb je nou iets aan een fiets met een hoogkoppel en wanneer is een laagkoppel eigenlijk wel genoeg? Ik zal eerst uitleggen wat een koppel eigenlijk betekent. Een koppel is de maat voor hoe hard je aan de trappas draait. Dat geeft aan hoe krachtig de trappas rond wordt gedraaid. En als ik bijvoorbeeld met mijn volle gewicht op de krenk ga staan, dan oefen ik een kracht uit van 800 newton op het pedaal. Want ik weeg ongeveer 80 kilo. En de krenk is 17 centimeter. Dan oefen ik een koppel uit van 125 newtonmeter. Want de koppel is de kracht keer de krenkarm. Dus als je aan het fietsen bent, dan is de kracht waarmee je op de pedalen drukt keer de krenkarm is het koppel waarmee je de trappas ronddraait. Nu zegt de kracht waarmee je de pedalen ronddraait eigenlijk niks over de snelheid waarmee je fietst. Want de snelheid wordt bepaald door de hoeveelheid energie die je levert. En de energie die je levert wordt weer bepaald door de kracht keer de snelheid waarmee je de trappas ronddraait. Dus in formulevorm koppel keer de snelheid. Dat is de energie die je levert per seconde. En die bepaalt uiteindelijk hoe snel je gaat. En bij normaal fietsen dan trap je ongeveer een tempo van tussen de 60 en 90 omwentelingen per minuut. En als je dan bijvoorbeeld een energie levert van 100 watt, dan heb je maar een heel laag koppel op de trappas. Het is maar dan ongeveer maar 20 newtonmeter. Dus dat betekent ook dat als een e-bike motor normaal gebruikt wordt, dus in een toerental draait van de 60 à 90 omwentelingen per minuut, dat hij eigenlijk nooit een hoog koppel levert. Het is altijd maar een laag koppel, omdat het maximale vermogen van een e-bike motor is 250 watt. En als je dan bijvoorbeeld met een beentempo van 75 omwentelingen per minuut trapt, dan levert hij maar ongeveer een koppel van 30 newtonmeter. Heb je een e-bike met een motor met een hoog koppel, dan kan je eigenlijk in een laag toerental al het volle vermogen krijgen. Bijvoorbeeld een motor met 80 newtonmeter als koppel, die kan al bij 30 omwentelingen van je pedalen het volle vermogen leveren van 250 watt. Heb je een motor met 40 newtonmeter, die kan dat pas bij 60 omwentelingen per minuut. Dus wil je fel optrekken en op hellingen niet te veel terugschakelen, dan is een hoog koppel handig. Maar als je gewoon rustig optrekt en gewoon netjes schakelt, dan heb je aan een laag koppel voldoende. En wil je zelf het verschil ervaren tussen fietsen op een e-bike met een hoog koppel of met een laag koppel? Kom dan naar de e-bikes experience en test het uit op het testparcours.